als ik er zeg maar via iemand anders achter zou moeten komen, zou ik het echt vervelend vinden. Ja. En als ik er gewoon random achter zou komen omdat ik even in zijn telefoon zit of zo, dan zou ik gewoon tegen hem zeggen van wat is dit? Ja. Doe even niet, doe even normaal. Ja. Sowieso een vraagje stellen. Ja. Ja. Hallo en welkom. Je kijkt naar Steamin, de podcast waar we gaan helpen met je issues, problemen, dilemma's. En dat doe ik altijd samen met mijn gasten. Ik zit hier vandaag met mijn cousins, mijn homies. Yeah. Jullie kennen Nina waarschijnlijk al van een aflevering met Reiki. Arjan kennen jullie nog niet, dus take the stage. Arjan, wie ben je? Waar kennen we je van? Shit, ik ben Arjan, 26 jaar. Ik doe modellenwerk eigenlijk. En probeer nu een beetje die switch te maken. You're an actor. Ja. Zeg het, met je chest. I'm an actor. Dankjewel. Nee, dus soon ben ik op die. Maar voor nu nog even gewoon Arjan modellenwerk. I love it here. En sieradenmaker. En sieraden, ja, sowieso. Ik heb ook een sieradenmerk. Sowieso. Eigenlijk had ik het mee moeten nemen. Shit. Eigenlijk wel. Ik heb de mijl ook vergeten om te doen. Volgende keer. Next time. Nino! Ik ken maar. Ik ben Nino. Ik ben tegenwoordig makelaar trouwens. Ik hou van wijn. Maar je denkt dat je het kan betalen. Hey. You get me. Ik ben makelaar. Ik ben nog steeds model. En handsome. Je haar is roze en het werkt. Ik ben roze gegaan. Ja. Het werkt op een of andere manier. Ja, het is lekkers. Ja. Ik ben er blij mee. Stel je voor, ik zou dit ook doen. Hoe zou dit zijn? Ik denk dat het ook zou kunnen werken, maar ik denk dat zij lichter roze zou moeten gaan. Ik weet niet hoe dit werkt. Ik heb het al 3 keer gekleurd sinds gisteren. Of gewassen. Mm-hmm. Want het was echt hard pink. Zeg maar. I know. Echt pink. En nu is het al wat lichter, zeg maar. Ik vind het hard. Maar it's better like this. Mm-hmm. So, bij fit. We love it. Ik ga een theetje voor jullie inschenken. We hebben vandaag Dami thee. Is een kruidenthee. Het is dus thee, maar je kan het ook als tabaksvervanger gebruiken. Mm? En je kan het ook gebruiken om zeg maar te stomen als vrouw zijnde. Mm? En dat is dan goed voor je lady parts. Dus het schijnt ook goed te zijn voor je libido. Valentijnsdag komt eraan, toch? Oké, en ik heb begrepen dat het een beetje bitter is. Dus ik zou een beetje agave siroop erbij doen. Dat ga ik ook even pakken. Hoe gaat het met jullie jongens? Hoe voelen jullie je deze dagen? Gaat goed met mij. Ik was net wel even die koffie van COVID. Eerste keer. Eerste keer? Ja, eerste keer. Oh, terwijl ik ben overal. Dus ik had eigenlijk verwacht dat ik het veel eerder zou pakken. Ja, tuurlijk. Maar eigenlijk verder gaat het wel goed. Hoe is het met jou? Ja, ik leef. Ik ben ontzettend druk op school, maar het gaat wel heel erg goed eigenlijk. Zo. I'm alive. Ik heb geen COVID gecashed. Nog steeds niet. Nou, ik heb het 1 keer gehad afgelopen zomer. Willen jullie een custard cake? Ja? Dit schijnen de beste cakejes ever te zijn. Let's go. Take the stage. Nee. Nice. Nee, maar ik heb hem in de zomer gehad. Maar nu niet meer. Terwijl ik echt overal... You know what? Is genoeg. Is genoeg. Ga ik ook een klein stukje pakken. Oké, jongens. Cheers. Drink some tea. Er zitten allemaal kruiden in. Hey. Cheers. Proost. Nino heeft ook wijn onder de tafel, dus waarschijnlijk gaat hij dat straks omhoog halen. Hoe vaste aflevering is dit? Zo. 17? Is de eerste van het nieuwe seizoen. Nice. Hey guys, thanks for watching. Ben je ready voor de eerste vraag? Ja, let's go. Oké, deze persoon heet Amanda. Hey. Zoals je zus. Hoi, ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening over het volgende. Een vriendin van mij en ik hebben samen een reis geboekt. Zij is gevaccineerd, ik niet. Vanwege het budget hebben we besloten om een hotel te boeken dat non-refundable was. Je hoort het al, ik kreeg corona, waardoor onze reis niet door kon gaan. Omdat zij gevaccineerd is, geeft zij mij nu de schuld dat we onze trip en ons geld kwijt zijn. En ik vind... En vindt ze dat ik voor alles moet opdraaien. Ik heb toen we gingen boeken een keer voor de grap gezegd dat ik geen corona zou krijgen... En dat ik anders alles zou betalen. Maar dat kan je toch niet serieus nemen? Wat zeggen jullie? Je hebt het wel gezegd. Nou, god. Maar, to be fair... Het is niet... Ja, ik snap wel dat je die van toe maakt van... Hey, ik krijg geen corona, man. Anders, toch? Die hoor ik wel. Maar ik vind niet dat ze het geld hoeft terug te betalen. Ik vind het wel dom dat je in deze tijd non-refundable boekt. Ja. Ja, en niet gevaccineerd ben. In combinatie ervan inderdaad, ja. Ja. Dat vind ik heel stom. Maar je weet ook niet of een land op slot gaat. Of je nou gevaccineerd bent of niet. Het is je altijd weet risico. Je moet inderdaad altijd refundable gewoon zetten. Altijd. Of een
annuleringsverzekering. Want je weet niet wat gebeurt. Die moet ik wel zeggen. Annuleringsverzekering en COVID gaat niet zo lekker. Dus zorg er gewoon voor dat het refundable is. Ja. Dus dat is wel dom. Maar vind jij dat ze alles... Ik vind dat als je die money hebt... Maar ja, die heb je waarschijnlijk niet. Anders als je niet naar refundable geboekt. Precies. Als je die money hebt, dan moet je alles betalen. Vind ik. Maar in deze... Ik zou niet zeggen van... Hé, betaal me terug. Het is wat het is. Anders gaat zij toch met iemand anders. Dat zou ik wel net zeggen. Dat ze had gewoon alleen kunnen gaan. Maar ja, dat is misschien... Niet alleen, maar gewoon last minute zeggen van... Hé, tegen iemand anders van let's go. Ja. True. Met, ja, ik weet niet. Je kan natuurlijk geen naam overzetten, maar... Ja, nee, ja maar je kan wel iemand meenemen naar je hotel. Ja. Ja. Ze had gewoon moeten gaan. Ja, dat vind ik ook. Dat was inderdaad... Dat je vriendin had ook gewoon eigen initiatief kunnen nemen. Maar ik snap wel als je pissig bent. En ik snap ook als je denkt... Fucking hell, ben je ook niet gevaccineerd. Ja. Maar ja, goed, als je gevaccineerd bent, kun je ook corona krijgen. Het is alleen wel zo dat je vaak niet hoeft te testen, toch? Ja, dat is waar. Als je naar het buitenland gaat, is het niet overal zo. Maar stil, ik denk, ja... Ik vind niet dat ze terug hoeft te betalen. Ja, ik had dit dus net ook. Ik zit gewoon rustig in mijn verhaal. Ik zit in een takje in mijn keel. Hij smaakt naar keelsiroop, snap je? Keelsiroop. Je gaat hard, hè, Nino? Nino zoekt naar zijn wijn. Nino gaat wijn drinken met kruiden erin. Nice. Sponsored bij Albert Heijn. Maar sorry, to get back to the point. Ik vind niet dat je alles hoeft te betalen. Ik denk dat je ook gewoon tegen je vriendin moet kunnen zeggen van... Hey, I obviously made a joke. Ik vind het ook heel erg vervelend. Ja. Dit is ook niet wat ik heb bedacht. Maar ik ga niet alles betalen. Ik zou er ook gewoon melden dat je het niet gaat doen. Want het is een beetje gek. Maar laat dit een les zijn. Ja, oké. Okay. Refund that ticket, man. Maar echt? Ja. Op zijn minst. Kan echt niet. Alright. Nino, heb jij een naam voor mij? Kunta Kinte. Kunta Kinte zegt, ik heb een dilemma. Mijn vriend reageert op de stories van vrouwen. Hij zegt dat het onschuldig is en dat ze die berichten... En dat zijn die berichten zelf ook. Succes als iemand examen heeft of beterschap als iemand ziek is. Maar het zijn gewoon te veel verschillende vrouwen. Wat moet ik doen? Kijk, deze vind ik lastig. Want je vriend is waarschijnlijk gewoon een vriendelijke guy. kijk je naar lachen. Je denkt niet, hij is een vriendelijke Tuurlijk guy. Tuurlijk niet. Wat? Hij is misschien vriendelijk, maar hij is ook hij is te lastig vriendelijk. Aan het doen. Ja. Weet je wat het is? Het is misschien raar, maar mannen kunnen niet vrienden zijn met vrienden. Cap, oh, cap, mijn god, cap, dit is cap, onzin. Cap. Ik ben het er niet mee eens. Nee, wacht gewoon. Ja, nee, laat me uitpraten. Oké. Okay. Er zijn gevallen... Kun je bij mijn nicht, kill? Nee, ik ben het niet met je eens, man. Man denkt altijd eerst aan seks. En als dat niet lukt, oh, dan kunnen we vrienden zijn. Maar anders niet. Nee. Ik ben er heilig van overtuigd. 9 van de 10 keer wel. Ja, oké. Okay, nee, ik ben het hier echt niet mee eens. 9 van de 10. Er zijn veel mensen die zo denken. En echt denken van, ja, man en vrouw is anders, bla, bla, bla. Maar... Ik denk gewoon dat dat nu veel genuanceerder ligt. En dat je hebt toch... Ik vind dat je ook gewoon vrienden nodig hebt van een andere seks. Anders ben je... Jawel. Maar oké, okay, maar als hij... Zeg maar, hij text multiple women. It's not only about koekjes. Maar hij stuurt geen hartijs of zo. Het is niet van... Oh, je ziet er echt spang uit vandaag. Het is beterschap. Subtiel. Hij stuurt het subtiel. Want hij weet dat hij doet. Maar ik zou het dus wel heftig vinden als mijn relatie niet goed zou zijn. Dan zou ik het zoiets hebben van, hé, je bent al bezig met zaadjes planten. Ja. Als alles gewoon goed is, dan zou ik het niet zo erg vinden. Echt? Ja, man. Je hebt je je weet niet, als je erin zit is anders. Maar ik denk dat ik het wel oké zou vinden. Ik zou het niet liken, denk ik. Ik zit even te denken. Hetzelfde als jij inderdaad, omdat mijn relatie niet goed is. Maar ook als mijn relatie wel goed is. En er zijn echt veel vrouwen, en dat is de issue ook. Zeg maar, als je het gewoon sporadisch een keertje een berichtje stuurt. Of je hebt gewoon een paar matties. Ja. Cool, maar heel veel verschillende... Dan ben je zo diep in hun business elke keer weer, dat is raar. Maar het feit dat zij weet dat hij dat doet, is ook wel raar. Want ze zoekt naar iets. Ja, dat en is. Zoekt en gij zult vinden. Ja, of mensen zoekt sturen en gij zult vinden. Want dat doen chicks ook tegenwoordig. Ze weet die passcode van die telefoon, sowieso. Alles. Ja, of, want je hebt, oprecht, je hebt echt kapot veel chicks die fake accounts maken en dan gewoon dingen naar je doorsturen. Ja. Maar, goed. Ja, heb je deze nooit gehad? Nee, man. Oh, jullie zijn goede guys. Jawel. Tuurlijk niet. Nee, ik heb dat nooit gehad, dus wacht, wat zijn die settings? Die mouw is dus dat, stel je voor, jij bent met een meisje aan het praten, ergens, dan gaat een chick een fake account maken en dan DM't ze je vriendin met, ja, Arjen is hier met een chick aan het praten. Oh. Dat soort stories. Dus dat kan ook met screenshots. Dat gebeurt gewoon. Dus in die zin, je hoeft er niet per se achter te komen doordat ze in die guy's telefoon zit. Dat heeft ze ook niet gezegd. Dus we weten het technisch gezien niet. Nee. Het is wel moeilijk, hoor.
Maar wat zouden jullie doen dan? Heb jij wel eens zoiets meegemaakt? Nee, want ik deed geen man op social media. Nee, grapje. Mm-hmm. Nee. Wat? Ja. Het liefst niet, Kill. Ik zeg je eerlijk. Wat bedoel je daarmee? Je wilt het liefst gewoon offline. Ja, man. Top. Okay. Want ik wil het liefst ook offline zijn op een gegeven moment. True. Maar dus, zeg maar, jouw hele relatie is offline, toch? Dat zou ik... Nou ja, niet helemaal offline, maar gewoon dat ik niet, zeg maar... Ik ga geen couples, pics en quotes posten de hele godganse dag. Nee, is dat niet nodig. Echt niet. Nee, dat is hypes, hè? Ja, dat is raar. Dat ben jij niet raar. Ik doe iets ter own, weet je, maar het is niet voor mij. Maar ik heb dit nog nooit meegemaakt. Nee, en ik denk dat ik het wel... Als ik er, zeg maar, via iemand anders achter zou moeten komen, zou ik het echt vervelend vinden. Ja. En als ik er gewoon random achter zou komen, omdat ik even in zijn telefoon zit of zo... Dan zou ik gewoon tegen hem zeggen van, wat is dit? Ja. Doe even niet, doe even normaal. Ja. Sowieso een vraagje stellen. Ja. Maar goed, deze guy zegt tegen haar, het is onschuldig. En hij gaat door. En hij gaat door. En dat vind ik irritant. Ja. Want dat is het hele punt. Als jij tegen hem zegt, ik vind dit niet hard. En hij doet het af met, het is onschuldig. En hij gaat door. Dan zeg ik, lose die man. Ja. Nee, maar vooral als het je raar onzeker maakt. Ja. Want je geeft er gewoon iets aan. En tuurlijk, ik bedoel... Je moet niet te ver gaan, denk ik, in jouw wil, zeg maar, drukken op je partner. Maar als je gewoon aangeeft van, ik vind het niet hard, dan moet iemand er tenminste rekening mee willen houden. True, denk ik. Ja, true. Damn. Dus, Jari Tori, man. Nee, grapje. Maar ik zou misschien nog één keer tegen hem zeggen. Van, hey, even for real, ik voel dit niet. Ja, misschien dat hij met een goede uitleg kan komen. Of een final warning. Ja. Dat zoiets. Ja, hoeveel final warnings heeft ze al gegeven? Nino is streng vandaag, man. Hé, hey, maar echt. Hoeveel final warnings geef jij? Ja. Ik hoef dat niet te doen. Je bent wel echt knap. Ik zeg je eerlijk. Kijk naar me met dat roze haar. Het is echt een mooie jongen, maar het is ook gewoon dat hij zelf zegt... En ik ben een mooie niet. Dus eigenlijk indoctrineert hij ons gewoon. Eigenlijk, hij staat het plantje gewoon. Nee. Hij staat het plantje gewoon. Nee, goed. Man verlegen, Jane. Oh ja. Nee, maar wat ging ik zeggen? Dan weten we niet meer hoeveel final warnings je geeft. You know what? Ja, vertel. Ja. Nee, ik heb nog nooit echt een probleem daarmee gehad of zo. Dus okay. I don't know. Social media is nog nooit een probleem geweest hier. Jawel. Maar dan, ik had het dan wel gezegd, zeg maar. En after that was all fine. Denk ik. Yeah. Weet je, maar je weet het nooit, toch? Ja, dat is zo. Want je gaat niet. Ik ben niet iemand die in Italië gaat spieken. Zo. Ik vind het ook niks, man. Nee, dat vind ik ook raar. Je gaat iets vinden. Ja, sowieso. Je gaat altijd sowieso iets vinden. Ja. Dus dat moet je laten. Maar. Whatever. Heb je een naam? Sjoerd. Ik zag het er. Hallo. Ik ben een man van midden 20. De laatste tijd zijn er vanzelfsprekend veel gesprekken over grensoverschrijdend gedrag. Heel belangrijk natuurlijk. Het is voor mij soms alleen best wel lastig om het gesprek te volgen. En als ik vragen stel, ben ik bang om afgesnauwd te worden. Hebben jullie tips? Ga je niet mengen, man. Glad ijs. Alles wat je zegt is fout. Nee, dat is echt niet waar. Ga je niet mengen, man. Als je het fout zegt, ben je ook gecanceld. Gelijk. Nee. En je kan, als een man, kan je snel iets fout zeggen, toch? Ja. Waar jij dan niet van weet of zo, toch? En dan als je iets fout zegt, kan je er nooit meer van terugkomen. Dat klopt, maar ik moet wel zeggen... Je moet in een safe space je conversatie voeren. Wij zouden een gesprek hebben en jij zou iets... Of Arjan zou iets zeggen wat niet hard is... Dan zou ik jullie gewoon coachen. En dan zou ik niet voor altijd denken... Oh, nee, maar vaak komen dit soort gesprekken komen op elke avond. Merk niet uit met wie je... Zeg maar nu met die nigger van Ajax en zo. Niggers hij bedoelt gewoon... Overmars. Yeah. Overmars. De nigger van Ajax. Nee, maar wat ik denk, kijk, Sjoerd gaat gewoon koffie halen op zijn werk en dan gaat het gesprek daarover toch. Ja. En hij is gewoon bang om iets te zeggen. Maar dan moet je het ook gewoon niet zeggen, denk ik. Want, educate yourself. Ja, check even, want zeg maar, vergelijk het even met bijvoorbeeld een Zwarte Piet Tori of zo. Dan is het ook raar als je iets hebt gezegd waar je daarna niet van eet. Je komt er niet meer uit, man. Maar die cancel culture is nu hard. Ik vind het wel lastig. Jammer. Ja, ik vind het moeilijk omdat ik van sommige mensen wel... Laat me even denken hoe ik dit goed kan zeggen. Sommige mensen zijn zo uit de bocht gevlogen en
wisten dat ze het deden, ja. dat ik nu denk van ja, weet toch, you got what's coming for you. Ja. Maar ik denk in zulke gesprekken, want ik begrijp wat voor, over wat voor gesprekken hij het heeft en ik weet hoe fel mensen kunnen zijn. En dat begrijp ik ook, want als jij zoiets hebt meegemaakt, dan word je boos als iemand er ignorant over is. Want het is wel, ik moet wel zeggen, je kan ook zelf artikelen lezen in plaats van mensen vragen te stellen. Dat vind ik ook. Maar, wat ik wil zeggen, is, ik vind het wel lastig dat wij op zo'n fijnhandige manier met elkaar aan het communiceren zijn, ook om onze mening te verdedigen. Dat vind ik heel moeilijk. Ja, waar komt dat vandaan? Polarisatie, ik weet het niet. Ik denk dat, ja, dat is een goede vraag. Een goede vraag, misschien voor de volgende. Ja, nee, maar als je erover nadenkt, ja, shit. Waar komt dat vandaan, Nino? Social media. Ja? Sowieso. Dat klopt, want mensen kunnen heel makkelijk reageren en stoer praten. Ja, zonder dat ze voor je neus staan, want als ze voor je neus staan, zeggen ze niks. Ja. 9 van de 10 keer is dat zo. Ja. True. En je vindt allies op social media die je nog nooit gevonden hebt. Je blijft in je bubbel. Mensen die met je meepraten. Rijden 13-jarige mensen die gewoon gek komen praten, toch? Ja. Who the fuck is you, man? Whatever. True. En dan daarna in je DM gaan zitten. Nee, maar ik moet zeggen, Sjoerd, ik zou wel proberen om een beetje zelfeducatie te doen. En ik zou jezelf ook een beetje cautionen. Kijk, het is lullig dat je niet meer zo soepel een gesprek in kan gaan. Maar misschien moet je dit met dit soort onderwerpen ook niet willen. Nee, en dan nee. aangeven dat je... Ik zou het gewoon heel oppervlakkig houden en gewoon niet te diep gaan, want je komt er nooit meer uit. Maar hij wil meer weten. Ja, maar dan zou ik gewoon lezen. Want of gewoon even nu.nl, alles lezen en gewoon... Misschien even een Twitter feed kijken van iemand. En dan ben je weer check. Want als je het in real life met mensen... Ik hoor je echt, maar ik vind het ook met feministen gaan praten over dit soort shit. Maar ik ben gewoon zo, toch? Als je met dit soort mensen gaan praten die alleen maar willen ranten en gewoon bam, 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 alles is fout, ook wat jij zegt, dan moet je het gewoon laten, man. Maar dat geldt wel in principe voor alles, toch? Als je bijvoorbeeld met mensen gaat discussiëren die vastgeroest in hun mening zijn. Dan moet je het sowieso niet doen. Ja, dat klopt. Als je met feministen hebt, maar ik kan me ook voorstellen dat... Als je als wit persoon met een zwarte persoon praat die heel erg vastgeroest is, dan kom je er ook niet uit. Dan heb je ook zoiets van, joh, ik ben net zomaar uitgeschold, ik wou het gewoon vragen. Ja, toch? Ja, dat kan zo gelden voor feminisme, links en rechts. Ja, het kan inderdaad alle kanten op. Het is heel erg lastig om een discussie te voeren met mensen die niet openstaan voor jouw gedachtegang als die niet precies aligned met de gedachtegang van hunzelf. Ja. Dat vind ik ook heel erg lastig. Je weet op het moment dat ze... Dat jij zeg maar zo praat tegen iemand, gewoon op deze toon. Dat is een... Hibi, dit en dat. 100%. Snap je? Nee, maar dan ik, is het eerlijk, klaar. Dan moet je moet weten inderdaad met wie je deze gesprekken voert. 100%. Ja. Maar ik zou het niet compleet uit de weg gaan. Want er zijn ook mensen die gewoon kennis willen verdelen. Ik leer zoveel door met mensen te praten. Dus inderdaad, educate yourself en weet met wie je deze gesprekken voert. En als je het gevoel hebt dat je, als je je bedreigd voelt, dan kan je inderdaad beter alleen maar luisteren. Ja, ik zou wel op een gegeven moment niet op social media gaan praten. Dat zeker niet. Maar zelfs die radicale mensen, wees eigenlijk blij dat je ze om je heen hebt. Want als dat zo is overigens, want ik zie geen extreemrechtse mensen. Ik zie ze niet om me heen. Ik praat niet met ze. En soms zou ik wel willen dat ik met ze zou kunnen praten. Of dat ik ze in ieder geval zou kunnen aanhoren. Om een beetje te begrijpen waar die mindset is. Yeah. Dus in die zin kan je het ook als een soort van blessing zien. Maar ik snap dat dat lastig is. Yeah. Maar er zijn heel veel Instagrams en websites. Waar je Twitter. Je informatie kan halen. Zeker. Maar er zijn betere dingen te doen. Oh man, schenk nog een wijntje. Wil je man? Eentje kan. Mijn thee is nog niet op. Dit wordt kruidenwijn. Mooi, deze persoon heet... Dat is een meisje trouwens. Mila. Mila. Ja, sure. Dat is niet wat ik zei, maar ik vind het beter. Oké. Okay. Jongens, help. Mijn vriend heeft nog een tattoo van zijn ex. Dit wordt daar een leuke, man. Even een backstory. 7 jaar geleden, toen ze beide 18 waren, hebben ze die tattoo in een gekke bui gezet. En ze zijn rond hun 21ste uit elkaar gegaan. Kort na hun break-up kwam zijn ex erachter dat ze zwanger was en besloot ze het te houden. Waardoor ze nu co-ouderschap delen over een fantastisch jongetje van 4. Ik vind het leuk dat ze vrienden zijn gebleven en dat ik zie dat mijn vriend een goede vader is. Maar die tattoo zit er nog steeds en ik kan het niet meer aanzien.
Zelf zegt hij dat hij het laat staan omdat hij de moeder van zijn kind is. Maar ik vind dit eigenlijk een slechte reden aangezien de tattoo niet met die intentie is gezet. Wat kan ik doen? Wat zeg jij niet? Nou, laten we genuanceerd beginnen nu. Wat zeg jij? Ja. We komen straks met die trommie. Hey. Als je het echt niet kan aanzien en je vindt het echt kut. Nee, maar stel je voor, je hebt net seks gehad in bed, toch? En die moet die tattoo hier opeens. Ja, het ligt geen waar is die tattoo? Want... Ik zou lijp worden. Hier of zo. Ja, het is schijnbaar wel zichtbaar, want ze zegt ik kan het niet aanzien. Als je het echt niet hard vindt, vind ik dat je vriend daar gehoor aan moet geven. Ja. Want ik vraag me af of die babymama een nieuwe vriend heeft. En misschien, weet toch, stel je voor die babymama heeft een nieuwe vriend en zij verwijdert direct, dan is je vriend zomaar loyaal aan haar. We weten natuurlijk niet wat die situatie is. Maar ik zou wel een beetje hierop hameren als ik het echt niet hard zou vinden. Ik zou het persoonlijk ook echt niet hard vinden hoor. Wat ben je nou aan het doen? Weet je? Nou, je moet sowieso geen namen van mensen tatoeëren, ben je gek of zo? Wat is dat voor onzin? Is echt zoeken naar iets. Ja! Ik ga van je familie doen, maar niet van de random mensen. Nee. Nee, ik voel hem ook niet. Ik vind het dom. Heb jij tattoos? Ja, een paar. Maar niet van mensen hun naam, hoor. Nee. Dat gaat ook echt nooit komen. Nee, ik zou hem gewoon zeggen. En kijk, dat hij zegt... Maar wat moet hij doen? Moet hij het laseren? Moet hij het cover-uppen? Whatever works for you, man. Ja, dat is waar. Cover-up is wel sneller. Ja. Is meteen zo... Maar soms is dat lastig. Hoe het is gemaakt. Ja, dat is ook zo. Het kan nice worden, maar... Maar ik zeg je eerlijk, ik zou het ook niet fly vinden. Ben je net zo smoochie in bed... Zie je opeens Jim staan, denk je van Ace. Is toch dom. Die nigga is altijd met me. Ja, hij is nog steeds hier. Hij heeft ook gewiept eigenlijk. Ja. Nee, eigenlijk. Nee, maar wat vinden jullie van die is mijn baby mama argument dan? Wat bedoel je? Zijn argument is de moeder van mijn kinderen, van mijn kind. Oh, is mijn oh zo. Ik vind dat wel, ik snap wel, maar hij heeft toch dat kind als souvenir? Als souvenir? Ja, wat? Ja, ja toch? Nee, je hebt echt gelijk, man. Dit is mijn baby mama. Ja, ik zou het niet hard vinden. Maar nee, ik vooral ook als het nog zichtbaar zou zijn, dan zie je die trouwfoto's die hier nog staan. Kimberly. Is wild, man. Maar op welk punt, hoe lang moeten zij met elkaar gaan? Zeg maar, nieuwe chick en deze guy. Wilt ze dit kunnen eisen? Want ik vind ook, stel je voor in een alternatief universum, ik zou de naam van mijn baby daddy getatoeëerd hebben. En ik ga 3 maanden met een guy en hij zegt meteen, maar haal het weg. Zou ik wel zeggen van, maar we weten niet eens of jij blijft. Ja, precies. Dus, maar goed, ik zou het niet doen. Oké, maar we kunnen het even uitrekenen. 7 jaar geleden, het kind is 4. Ja, maar je kan niet uitrekenen, denk ik. 2 jaar misschien samen. 2 jaar zijn ze misschien. Nee, okay. Ja. Nog een jaartje ertussen, die man single life. Veel mensen hebben naar die tattoo gevraagd. Of niet, of het is een lelijke kill. Sorry, ik zit niet na te denken. Maar... De hel heeft een speciale plek voor jou. Hij komt voor je, man. Ik hou van warm. Warme meiden. Grappig. Ik ga mijn jacken uitdoen voor je. Maar, hoe snel zou jij je chick zeggen van, wat komt nou, ik denk als je gewoon... Je voelt een beetje wanneer het echt serieus wordt, toch? Tenminste, ik heb dat wel altijd wel gevoeld. Mm-hmm. Of wanneer je samen gaat wonen en je gaat gewoon next step. Ik zou zeggen, een soort van heen en weer. Je loopt af en toe beide naar binnen of zo. En het is dit en dat. En als je uitgaat, dan is het leuk en whatever, toch? Ja, nee. Je voelt zeg maar altijd wanneer een beetje serieus wordt, toch? Ja. En dan kan je erover vragen van, hey, zou je niet consideren om die tattoo weg te halen? Als je met mij zou gaan. Maar ik zou het vanaf het begin zeggen. Vanaf het begin? Ja. Dat je het niet hard vindt. Ik zou gewoon zeggen, waarom heb je een tattoo van iemand van iemands naam op je getatoeëerd? Ben je dom? Maar zij heeft er dus voor gekozen om het proberen er overheen te stappen, toch? En niet te zien de hele tijd. En nou, ik veel. En ja, blind. Ja, na een jaar denk ze van, enorm, maar ik kan gewoon niet meer. Zit in zijn nek. Het zit in zijn nek, man. Die sowieso. Moet. Nee. Iedereen ziet het. Dat is fuck. Nou, oké, dat maakt het niet erger, hoor. Maar niet alleen jij ziet het. Het zit op een plek. Beeld, en dan ben je ergens. Op kerst of zo. En dan zegt iemand, oh, jij bent zeker Shanna. Nee, ben ik niet, man. Is lelijk, hoor. Nee. Haal het weg. Haal het weg. Zo. Nee, niet bellen, man. Wat zou die kill dan zeggen? Van, is mijn moeder. Ja, of het is mijn... Wat is een zoontje of dochter? Zoontje. Het is mijn zoontje. Het is mijn zoontje, ja, toch? Nee, man. Maar als het op een onzichtbare plek is, kan hij het laten vinden, jullie.
Als zij, kijk, als zij er moeite mee heeft, ja, dan moet het in principe wel weg als zij forever bij elkaar zijn. Ja, ligt er ook. Maar ik denk dat hij het wel kijk, sowieso. Als hij echt van haar hield, dan zou hij het misschien wel gewoon moeten doen, toch? Ja. Van haar houdt. Dan is het wel zo van, oké, I'm gonna do a cover-up of zo. Ik vind het wel een beetje raar dat je zegt van, ja, is mijn baby mama. Je kent hem nog steeds. Je weet nog steeds de naam als je hem weghaalt. Ja. Wat slaat het op? Speakbriefje. Ja. Ja. The fuck. Oké, okay, Nino, je hebt gewonnen, maar hij moet weg. Ja, hij moet loesoe. Zeg wat tegen de van. Ja, of die tattoo loesoe of ik loesoe. Echt? Nou. Maar vind je dat? Nee, maar ik vind dat dan weer zonde. Ja, dat is weer zonde. Ja. Maar dat is wel een reden. Okay. Ja. Nou, maar ik zou wel zeggen van, sorry, maar ik kan hier gewoon niet meer leven. Ja. En inderdaad, wat jij zegt, speel gewoon een stukje van Nino af van je weet de naam nog steeds, inderdaad. Ja, ja, precies. Maar mag ik wat vragen? Tuurlijk. Zou jij daten met iemand die kinderen heeft? Ja. Ja, ik hou wel van oudere mannen, I guess. En side note, alleen als hij een goede vader is. Hmm. Dat is inderdaad chill, want je weet gelijk hoe het ervoor staat. Daarom. Dat is waar. Alleen als je een goede vader is. Ik wil niks horen van, ja, mijn babymama is gek, man. Of nee. Gezeik. Kijk, tuurlijk, je kan problemen hebben. Ik maar snap het. Ja, tuurlijk. Er is tension, want jullie hielden heel veel van elkaar. Zoveel om samen een baby te maken. Hoeft niet altijd zo te zijn, natuurlijk. Maar alleen als je een goede vader is. Als je geen goede vader is, is er een red flag. Ga ik loesoe. Oké. En jullie? Voor mij is het niet per se een no-go. Maar ik zou wel even twee keer nadenken. Daar ben ik heel eerlijk in. Stiefvader. Ja. Mm-hmm. Jij, Nino. Nino zou papa spelen voor de pony. Sowieso, dat doe ik al voor veel mensen. Hé, hey, wat doet hij? Gaan we die Tori gewoon bossen? Ja, grapje. Nee, maar... ja, nee, I don't know. Misschien. Je zou een bakfiets kopen al. Nee, ja, maar ik kan goed spelen met kids. Gewoon, ik heb twee kleine broertjes. Die zijn nog echt mini. Dus, en ik heb een babyzusje. Yeah. Dus I know what I have to do. En ik weet niet, maar ik zou niet kunnen constant daar kunnen zijn of zo. Nee. Maar het is gewoon voor mij. Kijk, ik wil super graag kinderen, maar dan. Ja, dan ben je dus opeens vader van een kind. Ja. Dat is wel. Maar het is niet je eigen bloed. Dus het gaat niet zo zijn dat je voelt van. Nee, maar je voedt het kind gewoon op. Op een gegeven moment wel, maar ja, dat duurt wel een tijdje. Ja. True. Maar je neemt dus nu en een vriendin en een kind. Ja, klopt inderdaad. Je moet er wel goed over nadenken. Ja. Het is sowieso, want als je in een kindsleven komt, moet je ook heel goed weten of je gaat blijven of niet. Hey, ik sowieso niet. Je kan een kind echt niet opvakken, man. Beter. Ik wil trouwens een konijn kopen. We hebben het over kinderen allemaal gehad over konijn. Hoezo een konijn? I don't know, man. I don't know. Hij mist gewoon iemand op de bank. Mm. Hoe ga je je konijn noemen? Je weet zelf. Oh, maar goed. Volgende vraag. Ja, oké, moving on. Heb je een naam voor mij, Nino? Deze is grappig, is een guy. Is dit niet Nino? Joku. Nino, ja, doe maar Nino. Nino zegt, hoe kan ik mijn oude ways achter de rug laten? Ik ben een jongen van begin 20 en ik ben echt verliefd, maar soms merk ik dat sommige chicks nog steeds mijn aandacht trekken. Ik wil echt niet vreemd gaan en ik hou echt van mijn vriendin, maar ik ben ook gewoon een flirt. Hoe kan ik mezelf remmen? Zo is er geen moed Nino zijn. Omdat het is een jongen van begin 20. Oké. Ik denk dat hij het niet moet doen. Ik denk dat hij nog even moet gaan buiten spelen. Ja? Ja. Ik voel het gewoon alles. Hij moet nog even gaan buiten spelen. Toch? Ja, nee, ik hoor je. Wat zeg jij nu? Alleen, zij gaat het natuurlijk niet leuk vinden. Wat was de vraag? De vraag was hoe hij zichzelf kan remmen. Want hij wil wel gewoon want een goede guy zijn. Hij heeft nu zijn chick. Oké. Ja. En hij is verliefd, denk... maar hij is gewoon een flirt. Oké. Nee, dan moet je gewoon nog even, je bent begin 20, dan moet je gewoon nog even leven, denk ik, man. Ja. Ligt ook aan hoe hij denkt over die chick of zo. Ja, ik ben hier heel slecht in, ja, no. Maar ik vind het dus ergens wel zonder dat je een soort van liefde weggooit, waar je dus wel voor wil gaan, omdat je nog even bloemetjes buiten wil zetten. Is wel zonde, toch? Ja, maar ja. Ja. Ben ik het trouwens, halverwege je zin dacht ik, maar nu denk ik, ja, inderdaad, want... Je kan ook gewoon een keuze maken. Om het te laten. Ja. Ja. Maar ja. Ik ben begin 20. Ik krijg veel aandacht van mensen. Ja. Is wel zwaar. Prikkelingen. Is wel zwaar. En zeker als je het nu nog steeds voelt van sommige chickies trekken nog steeds mijn aandacht.
dan denk ik van je kan verliefd zijn, maar... Maar je weet zeker dat dit niet de laatste zou zijn. Nee, precies. Hoe bedoel je? Je bent begin 20, kill. De chances are... Het kan of het kan niet, maar je moet echt dedicated zijn. Klopt. En weinig kills zijn zo. Ja, dat is waar. Nee, maar inderdaad, als hij gewoon... hij kan altijd hierna nog, als hij nog steeds een beetje er goed uitziet. Nog steeds, ja. Want hij, we worden allemaal 100, man. Ik vind het ook, ik denk dat het ook belangrijk dus is om... Hij kan nog sowieso laat. Ja, we worden 120 zelfs, ja. Denk ik. Ik word 70, denk ik. 27, ja. 27, ja. Kill, wat is met jullie, man? Ik geniet, man. Ik drink, ik nee, ook. Oké, mag ik... Nino heeft liefdesverdriet, dus hij doet een beetje gek vandaag. Openen, wauw. Sorry. Gaat het? Het gaat. Is je haar daarom roze? Nee, dus daarvoor heb ik me roze gekregen. Dat is puur voor werk, maar... Niet voor mijn makelaarsjob, hoor. Ik ben een hele goede makelaar. Kijk, Brix.nl trouwens. Nice. Maar... Volgende vraag. No. Even back to singelen. Ik ben mijn hele train of thought kwijt, man. Maar wat ik wel wilde zeggen is... Je kan inderdaad misschien maar beter eruit stappen. Oh ja, dit wilde ik zeggen. Dat als het echte liefde is, komt het altijd terug, man. Dat is het. Dit leven is een ervaring. Dat is het. If it's meant to be, inderdaad, ja. Dan gaat het gebeuren. Maar ik vind het wel goed dat je er nu al een soort van over nadenkt. Want je hebt mannen die... wel op een leeftijd zijn dat ze echt graag willen settelen. En dat ze dat ook misschien gewoon vanuit de natuur willen. Maar ze zichzelf nog steeds niet in de hand kunnen houden. En dan ja, denk dan ik, ja ik... schat. Ja. Wat wil je nou? Dan moet je voor polyamorie gaan. Maar dat begrijp ik niet. Ja. Polyamorie. Ik begrijp die echt niet. Ik heb een podcast aflevering van Dolphins aan Sleep over polyamorie. Jullie kunnen het allemaal kijken. Zet link in de bio. Link in de bio. Nee, in maar... De bio. Read into it. Polyamorie ja. Is... Ja, ik bedoel, ook open relaties. Ik hoor dat jij het heel nice vindt. Ik sta er voor open, ja. Maar ik denk dat iedereen dat voor zichzelf moet beslissen. Ik denk dat, dat alles met liefde te maken heeft op een groot spectrum zit. En dat wij niet te veel labels moeten vastplakken van dit is wat wij zijn. En daar zitten deze regels bij. Ik denk dat je gewoon van iemand kan houden en dat op je eigen manier kan doen. Ja. Ik heb één vriend. Hij is een vriendin. Die zijn ook dus open. Mm-hmm. En hij zei dus van ja, het feit dat ik dus nooit meer ruzie kan krijgen over met wie ik date. Of met wie ik... Tenminste, vreemd gaan is gewoon best wel veel redenen waarom een relatie stuk gaat. Mm-hmm. Dat is helemaal weg. Ja. Dus gewoon een grote saboteur in veel mensen hun relatie, die is gewoon helemaal weg. Uh-huh. Maar ja, als ik dan echt ga vragen van hey, hoe doe je dan als je een keer gewoon laag op bed ligt en je ziet opeens appjes binnenkomen van... Gorge. Kom langs. Dan en ga je vragen van waar was je gisteren? Dat soort dingen lijkt me dat toch lastig. Dat zijn afspraken die je moet maken, man. Klopt. Er zijn mensen die zeggen, ik hoef het niet te weten. Je kan je ding doen, maar ik hoef het niet te weten. Er zijn mensen die zeggen, no man, ik wil het wel weten. En soms switcht dat ook. Ik ben echt die school, ik hoef het niet te weten, man. Als het gebeurt. Prima, toch? Zou jij het wel willen weten? Nee. Ja, nou, ik weet het. Ik zit even te denken. Eigenlijk wel. Omdat ik denk, als je het niet wil weten, als je het actief aan het... ontwijken bent, dan ben je ook iets aan het... Ja, dat gaat ook niet meer goed, denk ik. Dus ja, maar ik ben... Ik zou niet iemand willen die een vaste andere chickie heeft. Ik hoef geen guy met side pieces. Gesproken. Dat zou ik niet willen. Ja. Maar toch een slippertje, dat zou voor mij niet uitmaken. Als je een keer een magisch moment hebt met iemand en je denkt, ik kan die persoon naaien, ja. Kom. Maar slippertje na een half jaar? Nee, ik denk dat ik over een open relatie pas na 2 jaar zou nadenken. Ja, dat zou bespreken. Wel. Want je moet elkaar toch eerst leren kennen. Wanneer zou jij erover nadenken? Niet. Nooit. Ja, ik wist het. Ik hoorde je al zeggen dat het geen relatie. Ja, dat is geen relatie. Echt? Nee, waarom zou je dan kan je gewoon, then it's just fucking around. To be honest. Als je een relatie hebt, dan ben je dedicated to someone. Oké, maar stel, jij bent gewoon, ik veel, 10 jaar of zo, met je vrouw of vriendin, maar zij gaat naar Marbella. Ja, maar dan moet ze in eerste instantie niet naar Marbella gaan. Okay. Ga dan naar fucking... Oké, weet ik veel, waar ze heen gaat. Ga dan naar Canada, kill, of zo. Maar zij, weet ik veel, ze gaat gewoon ergens waar het even zon schijnt en ze drinkt een paar rosé'tjes te veel. En ze geeft een kusje. Ja.
Ja, maar dan moet je dat op... Je, als je 10 jaar samen bent... Nee, eerlijk, dan... dat kan gewoon, toch? Ja, nee, sorry. Gewoon... Ja, ik weet niet, man. Kusje kan. Kusje kan altijd. Maar een dollo niet. Nee, dan wordt het wel lastig. Ja, ja, goed, en daarom, het is niet voor iedereen. Nee. Want de manier waarop Nina zich voelt, zo voelen heel veel mensen zich. En de manier waarop ik me voel, voelen ook heel veel mensen zich. Dus het is... Iedereen is ergens op het spectrum van liefde en maakt daarin zijn keuze en vindt hopelijk iemand die daarin past. En dan heb je je soulmate en dan leef je nog lang en gelukkig. Eindelijk, ik ben die hele vraag vergeten. Je hebt hem al gezet, hè? Oh, je hebt hem al gezet, nice. Ja. Heb je een naam? Jongen of meisje? Meisje. Boutenja. Boutiana. Oké, okay, dus what to do. Ik ben aan het daten en het wordt steeds serieuzer met twee jongens. Ze weten niets van elkaar. Maar ik heb wel aan beide verteld dat ik nog met anderen praat. Nu willen ze allebei iets doen met Valentijnsdag. Ik twijfel wat ik moet doen. Omdat het makkelijk op te lossen valt door zo verschillende dagdelen te plannen. Maar ergens vind ik dat ook een beetje weird. Wat zouden jullie doen? Boutiana! Je zit in een verhaal. Maar lekker, God, man. Shout out naar jou, Boutiana. Wie gaat beginnen, jou of ik? Begin. Zeg het, zeg ik mag het. Niet beginnen. Nee, jij niet. Jij komt unhinged. Nee. Weet je, ik ga antwoorden geven hoe Nino. Nino zou zeggen: ga de dag ervoor naar Van der Valk. Ja. Dan om 12 uur. Oh, nee, nee, kill. Ayla, laat me zo met Tori praten. Oké. Ik weet dus niet, man. Wie vind je leuker? Dat zou ik even gaan checken. En ik zou die daarvoor gaan. En die andere zou ik zeggen. Ik zie hem morgen. Want dan weet die persoon al als je met iemand anders bent, hè? Maar ze weet het al. Diegene weet het al. Ja. Ja. Sowieso. Als je niet kan met Valentijnsdag, dan ben je met iemand anders. Ja, dan is het gewoon... Ja. Dat is wel dus lijp eigenlijk aan deze dag. Dan heb je wel meteen al je keuze gemaakt. Precies. Je hebt nog twee... Ja, je hebt nog een paar dagen. Deze aflevering komt ook na Valentijnsdag. Nee, sorry, man. Sorry. Ik hoop dat je een leuke tijd hebt gehad met eigenlijk moet je gewoon met een trio doen, hoor. Wat? Ze kennen elkaar. Ze kennen elkaar niet. Oh, ze kennen elkaar niet. Nee. Dan kan je voor. Dan zeg je een leuke Valentijnsdag. En dan geef je gewoon een nevermind. Oké, als je geen keuze wil maken, dan moet ze gewoon een koffietje gaan drinken om 1 uur en een koffietje gaan drinken om 4 uur. Ligt eraan wat voor koffie? Nee, gewoon plain. Plain. Cappuccino. Ja, maar ze wil de dag eindigen met één van die boys. Ik zeg je eerlijk, als je niet gierig bent, skip je beide, zeg je ik heb een avond met mijn vriendinnen. Maar als alleen als je niet gierig bent. Maar dan is het geen Valentijnsdag. Ja, maar dan nacht je jezelf. Dan is het vriendendag. Deze jongen. Nee, maar dan nak je jezelf niet. Ja, maar ja, oké, maar dan moet ze inderdaad echt gaan kiezen. Ze moet gaan kiezen. Het is ook geen big problem, joh. Het is Valentijnsdag. The next day is another day. Nee, maar het is een soort D-day toch? Ja. Mensen werken er naartoe. Ja, ik snap het, maar ik vind het niet zo belangrijk. Nee, maar ik hoor je, maar als zij tegen eentje nee zegt, dan weet die guy dat ze met iemand anders is. 100%. Dus dan kan je dat eigenlijk al op je buik schrijven. Dan kan je gewoon zeggen, mijn moeder ligt in ziekenhuis. Oh, mijn god. Fatou. Nee, ik denk je moet gewoon iets zeggen. Real. Om die andere te vermijden, moet je gewoon iets zeggen. Ze moet wel kiezen, want... Het ligt er ook aan waar je naartoe gaat. Ja. Wie maar heeft een leukere date gepland? Dat is eigenlijk een hele goede. Ja, ik wou net zeggen, want wat hebben die boys wat gepland of heeft zij wat gepland? Nee, die boys hebben wat gepland. Okay. Dat vind ik eigenlijk een hele goeie. Want als eentje zegt, kom, we gaan een beetje Netflix op de bank kijken. Ja, dan zegt, nou, we gaan naar Mykonos. Niet in februari, maar... Maar you know, toch? Maar bij wijze van spreken. Maar ik uiteindelijk, als je het mij vraagt, zou ik gewoon... Even goed nadenken wie je leuker vindt. Ja. En dan zou ik daar toch wel voor gaan. Ja? Ja. Ja. Ja, ik bedoel... Ja. Ze wilt wel iets serieus volgens mij. Ja, maar ze zegt ook wel dat ze serieus is met allebei. Kijk, ik vind het lastig, want wat jij zegt is wel waar. Je moet op een gegeven moment kiezen. Maar goed, als ze ready was om te kiezen, dan had ze dat al gedaan, toch? Klopt. Zeker. Dus ze is nu nog in die getting to know each other fase. Ik zeg of... Je kiest de persoon die meer effort heeft gemaakt en je wimpelt die andere af met een smoesje. Of je skipt beide en je doet het met je vriendinnen. Zodat je jezelf ook in de vingers snijdt. Huh? En Nino zegt... Trio. Toch? Ja, nou ja, ik zou... Ik zou nooit kunnen snappen dat je
zijn maar twee boys en één chick. Dat je met twee boys... Wat? Dat je twee boys tegelijk gangen, toch? Ja, nee? Ja, uit mijn perspectief. Ik zou het ook nooit met... Ik zou eerder met een twee chicks dan met een Mattie of zo samen. Oh, zo bedoel je. Ja, je was laat. Wow. Hij kwam weer op een ander onderwerp, wow, hoor. Steam in! Ja, maar Jamie wordt gegangen, dat weet ik. Wat? Nee! Oh, breng het niet in de wereld. Ik dacht, je kan je niet voorstellen dat een chick met twee guys praat. Maar Nee. Okay. Oh, dat gebeurt genoeg. Ja, oké. Okay. Nee, clear. Oké, okay, maar goed. Ik denk dat wij ons advies hebben gegeven, maar het heeft geen zin, want het is al Valentijnsdag geweest. Dus. Ja. Kies gewoon wie voor de next Valentine. Misschien ben je dan wel single, maar die niggas zijn erachter gekomen. Maar kies gewoon voor de better nigga, I guess. Maar hoe erg vinden jullie het als je met... Houden jullie... Ja, nee. Hoe erg zou je het vinden als... Een guy of een chick dus zou zeggen van, ik heb ook nog iemand aan de side. Als ik niemand heb, daarom moet je ervoor zorgen dat je ook iemand aan de side hebt. Want je gaat alleen maar stressen als die persoon de enige is voor jou. Want dan ben je een soort van wedstrijd aan het spelen. Terwijl als jij ook meerdere mensen hebt, dan denk je van, oké, ja, cool man. Ja, oké, gesproken. Heel goed gesproken. Gesproken. Wiskunde. Zorg dat je de vier hebt. Hé! Hey. Maar genoeg! Ze maakt geen grapje, hoor. Dus jullie zijn familie, hè? Hey. Zorg dat je genoeg hebt. Oké, deze persoon heet Beverly. Beverly vraagt, zijn mensen met vooroordelen per definitie toxic? Ik weet niet of toxic het woord is. Niet toxic, maar gewoon irritant. Ja. Ja. Haal je bek gewoon, kid. What the fuck? Ja. Maar tegelijkertijd hebben wij waarschijnlijk ook wel vooroordelen over. 100%. Altijd. 100%. Maar ik ben ook irritant. En waarschijnlijk zijn we ook toxic. No, not toxic. Black women aren't toxic. Hey. Black women don't cheat. Anyway. Huh? Anyway. Zeggen, maar zijn mensen met vooroordelen per definitie toxic? Als ze zich laten leiden door hun vooroordelen. Ja. Dat vind ik irritant. Want ik heb ook vooroordelen, maar je moet mensen wel gewoon een kans geven, toch? Ja, oké, okay, ben ik het mee eens. Ik het mee eens. Maar wat voor vooroordelen? Ja, over vaak over etniciteit natuurlijk. Denk ik. Nee, dat kan van alles zijn. Toch? Ja, oké, het kan van alles zijn inderdaad. Ja, ik weet niet. Gewoon... Ik kan toch zeggen van... Ik denk dat ik die thee niet lekker ga vinden, maar... Op die manier... Het kan van alles zijn. Ja, dat is waar inderdaad. Oh. Ja. Maar ik denk dat als je het... Gaat het in deze context over etniciteit? Over mensen, denk ik. Of over ugly bitches. Mooi. Ik denk dat het gaat over mensen. Ja, nee, ik denk dat het gaat over mensen. En dat je dus vooroordelen hebt over mensen. Ja. Maar ik denk ook dat het heel erg mens-eigen is. Dus ik zou mensen er ook niet te veel op afrekenen of zo. Ik ben het er niet mee eens. Niet? Nee, ik vind dus... Oh, met de stelling. Mensen zijn niet per definitie toxic. Nee, toch? Of vooroordelen, nee. Nee. Wat is voor jou toxic? Ik vind dat sowieso een last. Is heel bro. Vaag, mensen, ja. Ik vind, wat ik echt toxic vind, is mensen hun pijn niet serieus nemen. Dus als Nino pijn heeft en hij geeft dat aan zijn vriendin... en zijn vriendin doet alsof het niet bestaat of ze lacht erom of whatever... dat vind ik echt toxic. Dan zeg ik run. Ja, dat is wat toxic. Dat is toxic. Wat zijn jullie toxic? Gaslighten gewoon, dus als je gewoon, ik weet niet, manipulatieve spelletjes speelt in een relatie. Dus dat je zo, natuurlijk je speelt altijd een beetje een spelletje of zo, maar niet op een manier om iemand pijn te doen. Dus stel, ik zou willen dat jij een wijntje voor me inschenkt of zo en ik begin een beetje daarmee te spelen, dat is anders toch? Ja. Maar echt die, op stel je voor je bent samen op een feestje en iemand gaat te lang praten met een jongen of zo. Dat je denkt van, hé, wat kan met dit eigenlijk? Dat zou ik toxic vinden. Oké. Ja. Clear. Nino denkt, ik ben toxic. Hey, ik heb een hele lijst, hoor. Vertel. Ja. Maar, als mensen je familie erbij gaan halen of zo. Ja, of eigenlijk geen respect tonen, eigenlijk. Ja. Dat is wel toxic. Dat vind ik ook. Gewoon geen respect in every way. Maar ik vind inderdaad ook, als je disrespectvol bent naar familieleden... Familie is wat anders, toch? Naar je eigen
vind ik ook... Nou ja, I don't give a fuck. Echt? Ik doe mee. Nee, maar heb je niet dat je denkt van, dus zo ben je? Ja, tuurlijk. Maar nou ja, eigen doe je het natuurlijk niet zo snel. Dan ben je wel echt een beetje raar. Ligt eraan wat ze doen, trouwens, hoor. Ja, fair. Maar als ze jouw familie erbij gaan betrekken of zo, van hey, je moeder is dit, of je vader doet dat, hij is niks en zo, weet je. Dan ben je gauw klaar. Dan ben je snel klaar. Zou je iemand kunnen vergeven die zulke dingen zegt in een ruzie? Jawel. Oké. Ik zou het ook wel kunnen, maar het is wel echt de first strike, man. Als dit het eerste zou zijn, die moet je niet vergeten. Nee. Je moet hem niet vergeten, want dan kun je wel echt iemand zijn true colors zien. Nee, je weet nog steeds wat diegene heeft gezegd. Ja, dat kan je niet vergeten. Je moet het niet vergeten. Je kan het niet vergeten. Nee. Maar ik denk dat het sowieso goed is om te vergeven. Maar tegelijkertijd, het lijkt me wel lastig hoor. Als iemand echt de grens over... Want jij hebt van die mensen die in ruzies echt grenzen overgaan. Wat? Ja. Oei. En dan zeggen ze sorry en dan denk je... Ja, wat wij zeggen? Wat is de lijfste grens? Ja, nee, ik wou zomaar te persoonlijk komen. Maar ga verder. Nee, we kunnen komen. We kunnen komen. Wat is het meest toxic dat een guy ooit bij jou heeft gedaan? Zo, heb je even. Je hoeft niet de lijpste, maar gewoon even eentje. Ja, nee, ik denk nu aan iets, maar dat kan ik niet zeggen. Want ik wil die persoon niet het gevoel geven van, ik praat over je, dus die ga ik draaien. Die vertel ik offscreen. Dit weten jullie al. Ik zit even te denken. Eigenlijk moet je een soort peetgroep maken voor de juicy things. Eigenlijk wel, hè. Voor de juiciest things. Nee, maar ik heb wel gewoon mijn fair share aan gaslighting meegemaakt. Guys die deden alsof mijn issues non-issues waren. Ja. Alsof ik helemaal gek was. En ik weet dat ik niet gek ben. Dus dat is denk ik, dat zijn de meest toxic situaties. En wat voor mij ook heel toxic is, wat ik heb meegemaakt, is dat ik ben gewoon best wel een makkelijk persoon, denk ik. En dat een persoon echt ging testen van hoe ver kan je gaan. En dan ga je me para maken. Want ik ben misschien makkelijk, maar ik ben ook niet gek. Ja. Nogmaals. Dus, en jullie? Ik heb genoeg. Wat heb jij, Ari? Ja, ik had denk ik wel... Ik had even een tijdje een lange afstandsrelatie. Met een Zweedse meid. En daar gebeuren wel gewoon vaak over die afstand lijpe dingen, toch? Mm-hmm. Dat is bijvoorbeeld een bom dropt. Op WhatsApp of zo. En dan vervolgens ghosten. Nee. En daar, zeg maar, toen dat een paar keer gebeurde, dus dacht ik van ja, ik ben klaar, man. Nee, maar dan zit je hele dag is verpest, ja. Toch? Ja. Dat is echt fire, dat was fire. Dat vind ik echt toxic, omdat je soort van... Ja. Af en toe gebruik je het ook als een fatu, snap je? Dat was dan ook vervelend. Oh nee, dat is niet grappig. Nee, dat was het niet. Maar op dat moment dan zit je erin, toch? Had ze een foto van een birth control ding gestuurd, weet je? Die birth test. Ja. Oh mijn god. En dan niet op dat soort shit. Dan niet gewoon na 10 minuten zeggen grapje. Ja. Dan ben je gek hoor. Sorry, dat ik... Nino, jij? Gewoon iets. Iets toxics. Ik heb echt... Dit is niks vergeleken met wat jullie weten, maar... Een chick heeft ooit tegen mij gezegd... Mensen zeggen, je bent catfish. Wat? Yo! Wat? Nah. Nee. Nee. En toen kwam ze me tegen in de club. En zei ik, je bent lelijk toch? Toen zei ze, jij bent mooi, maar je bent geen catfish. Huh? Ik weet niet waar ik wil gaan, maar oké, laat me een goede zeggen. Een chick heeft ooit tegen me gezegd, je bent de duivel. Je hebt een zwarte ziel. Nee, serieus? Maar dat vind ik wel heftig. Nadat ze nep... Nep zwanger is geweest en zo om me terug te halen. Oh. Dit verhaal ken je, Jamie. Dit verhaal ken je, Jamie. Dit verhaal ken ik. Maar het is in het Nederlands, dus het maakt niet uit. Ja, nee, dit was een zwaar verhaal. Dan is mijn verhaal denk ik toch niet ik zo veel. Ik vind sowieso, pregnancies faken is lijp. Ja, maar het is gewoon de... En ik weet dat ik schreeuw, maar het is lijp. Ja, het is gewoon de ultimate versie van aandacht, toch? Maar het is gestoord. Het is gestoord. Pregnancies faken zit net onder dick zelfmoord pick. Faken. Oh. Dick pic? Ja. Zie je dick pics, nigga? Nee. Nog nooit gedaan. Gelukkig. Vind je dat niet lijp? Gelukkig, laatste week. Ik vind het lijp, maar ik vind het niet zo lijp als pregnancy faken, met alle respect. Zelfmoord faken is trouwens wel heel heavy, hoor. Maar ik ken verhalen. Je weet het zelf.
Maar pregnancy faken? En het gebeurt zo vaak. Er zijn echt chicks die gewoon als troef gebruiken. En ik vind dat gewoon echt best wel insane. Niet. Ik ga dit even hierin gooien. Slok het op en dan schenk ik een lekkers voor je. Nee, maar pregnancy faken is insane. Don't do it. Het is niet hard. Snap je heel niet? Oké, jongens, we zijn bij de laatste vraag. Oh, dit is een simpele vraag. Heb je een naam voor mij, Nina? Die is van jou. Jong of meisje? Maar ja, inderdaad. Jugu Jaga. Jugu Jaga stelt een simpele vraag. Hoe weet je dat je verliefd bent? Dat voel je toch? Ik heb het elke keer gevoeld. Ja. Dat is een hele moeilijke vraag dit hoor. Koude moeilijk. Shit. Omdat het zo'n... Oké, dus stel je hebt gewoon een goede dag toch? En je dag is een 8. En je bent met diegene geweest. Dan is je dag opeens een 9. Of kom ik nu te poëtisch? Je komt met één cijfer erbij? Oké, twee. Nee, maar je begrijpt me toch? Een soort van warm gevoel. Ja. Ik... Je zou het liefst met diegene de hele tijd willen zijn. Ja. Dat denk ik. Maar verliefd zijn en houden van zijn ook twee verschillende dingen, denk ik. Ja, zeker weten. Dus zeker dat vind weten. Ik ook lastig. Maar houden je van... Je bent verliefd als je om de 10 minuten op diegene zijn Insta gaat kijken. Ja. Of ze wat hebben gepost. Of ze met iemand anders zijn. Nee, ik weet niet of ik daar helemaal mee eens ben. Tenminste, ik heb niet... Meiden doen dat, hoor. Oh, Nino doet dat niet. Ik doe het niet. Hoe ben jij verliefd? Ik zeg altijd, ik ben verliefd. Verliefd gezien. Ik zeg altijd, ik ben gewoon verliefd. Yeah. Ik ben een hele snelle... Ik wil heel snel een relatie. En een beetje een soort Drake van mij, toch? ik jump gelijk in dingen terwijl ik eigenlijk niet weet hoe het is. Want niggas worden snel verliefd. Dus jij wordt gewoon snel verliefd. Ja, heel snel. Maar... Heel snel. Okay. Hoe snel? Hebben we dan over een week of 3? Ik ben een keer binnen een week een relatie gestart. Nee. Ja, dat was snel. Wauw. Dat is heel snel, ja. Een week. Dat was binnen een week. En I cheated on another girl there. Waarom kom je zo smoel in die mic? Alsof je iets zeg maar iets goed zegt. Dit was in 2020. Dus? Toen was ik in Corfu. Mm-hmm. Nou, met Dori Bossen. Ik was met een maatje van me in Corfu. Met z'n tweeën. Leuk gehad, ik kom terug. Of nee, ik was in Amsterdam, ik moest werken in Barça. Terwijl mijn meid uit Londen nog steeds in Amsterdam bleef voor mij. Terwijl ze allang naar Oslo moest gaan, toch? Dus ik zeg van, je kan gewoon naar huis gaan, want ik moet werken. Ik weet niet wat ik daarna ga doen. You know? Eindstrand. Mijn ex is daar. Waar ik lange tijd mee ben geweest. Dus ik kom haar daar tegen. Ik heb het leuk. Ik ga naar Corfu met die mattie van me. We komen terug uit Barça. Ik ga naar Corfu met die mattie van me. Ik ben gewoon geland. We komen elkaar tegen toevallig op vliegveld. We pakken vlucht naar Corfu. We zeggen, het is te koud hier, toch? Dus ik bel mijn huidige vriendin destijds, toch? Van, yo. Ik ben net geland, maar ik vlieg gelijk weer weg. Ik weet dat je bent gebleven. Sorry, it was a bad move. Ik denk ook niet dat het meer gaat werken. Ding. Ik was een fire nigga. Ik ben nog steeds een fire nigga. En zij is nu trouwens zwanger, dus bless her, man. Is zij zwanger? Ja, ze is zwanger. Ik ben niet genoeg op Instagram. Ze is zwanger, dus als ik haar zwanger had gemaakt, was ik nu baby daddy geweest. Zo, bless me nee, too. Nee, maar als hij met jou was gebleven, dan was ze nu waarschijnlijk niet zwanger geweest. Denk het wel. Ze laat zien dat ze heel graag kinderen wil. Ja, of het was een ongelukje en ze had het gewoon. Dat kan ook. Maar is zij van nee. Goldlink? Ja. Okay, we gaan nu te diep, maar ga verder met je vrouw. Mooi, ik heb wel gewoon veel vragen voor jou. Want ik denk dat veel mensen veel vragen voor jou hebben als ze dit zien. Dat ze denken, hoe werkt deze story? Ja. Hoe lang ging je met haar? Niet zo lang. Ik ging misschien 4 maanden lang. Maar weet je, ook een reden was dat ik niet meer langer met haar ging. Ten eerste, ze was meer... Gewoon meer echt een mattie gewoon van haar. Waarom heb je het dan niet eerder uitgemaakt? Omdat het... Het was echt fatu, toch? En het was net begin corona en zij ging terug naar Londen. En ik wist van, niggas gaan op lockdown. Dus
ik ga je lang niet zien. Londen was lang fucked up, toch? Ja, dat klopt. Dus dit was ook de laatste keer dat zij eigenlijk kon vliegen. En toen, ja, toen wist ik gewoon van, maar ja. Maar ze is in Londen gebleven. Denk je niet dat ze misschien met jou... Of tenminste, ze is in Amsterdam gebleven. Denk je niet dat ze misschien met jou in Amsterdam wilde blijven? Nee. Voor lang tijd. Want ze moest echt naar terug naar Oslo. Oh. Ja. Ze waren nog bij de ouders en shit. Damn. En toen ben je gewoon loes toe gegaan terwijl ze daar op jou aan het wachten was. Ik moest werken. Ik moest werken in Barça. Mm-hmm. 4 dagen, big cash. Ja. En toen ging ik terug. Toen dacht ik van, ik heb sowieso geen zin om weer met haar... Dus je was in Amsterdam? Hij was op Schiphol. En toen is ik was geland op Schiphol en ik kwam Marty van mij tegen, ja. Noah. Ja, ja, hij landde ja. ook op hetzelfde moment. En ja. toen dachten we van, we liepen naar buiten. Door. Dachten, damn, het is koud. We zeiden, oké, gaan we dit gewoon doen? We pakken eerst volgende vlucht op het bord. Dat was Corfu. We hebben het geboekt. En toevallig was daar iemand anders ook. Nee. Waar ben je dan vreemd gegaan? In Barcelona? In Barça. Oh. Oké, maar dan ben je op dat moment al vreemd gegaan. Dus dan heb je al gewoon helemaal scheid aan die persoon. Ja, dus daarom dacht ik ook van... Hey, ja, dan begrijp... Wat denk je op het moment dat je vreemd gaat? Je mag trouwens een safe word gebruiken niks, want... als ik te streng voor je kom. Nee, niks want ik was niet verliefd op die meid. En natuurlijk is het slecht. En fucking fuck me. Maar op dat moment... Ik was toen al met... Ja, ja. Ja. Meisje, was ik al hand in hand aan het lopen in Barça toen. Oké. Na dag 1, zeg maar. Oké. En toen was ik helemaal... Dat wil ik zeggen, niggas waren al verliefd na 1 dag. Oh, dit was de... Oh. Oké, maar... Nee, wacht even. Ja. Maar ik ben gewoon nog even benieuwd. Jij weet al dat je met de andere chickie in Barcelona aan het lullen bent. Nogmaals, je kan een safe word gebruiken, hè? Anyway, no, ik zeg hem gewoon. Ik ga draaien. Er komt geen safe word. Misschien ga ik de oost. Er komt geen safe word. Safe word is roos. Nee, er komt geen safe word. Oké, geen stress. Jij loopt hand in hand met de chickie in Barcelona. Je bent terug in Amsterdam. Waarom rij je niet even naar je chick? Zeg van, hey mop. Omdat die vlucht erin. Nee. Je durfde het gewoon niet te zeggen. Nee. Wij gingen... Nee, ik dacht daar geen eens aan. Oké. Wij meeten samen op die airport. Ja. Toen dacht ik van, laat gewoon de eerst volgende vlucht pakken. Ik je dacht ineens aan, ik zat er niet mee. Ik was het ook vergeten dat ze gewoon nog daar was, toch? Een soort van, heel fire, maar ik zat er niet mee, toch? Ik dacht van, ik zie het later wel. Ik bel er wel als ik in Corfu ben, toch? Want ik wil gewoon een fatou bossen met mijn nigga in Corfu. Ja, ik snap het wel. Maar ik snap hem dus, je. Ik snap dat wel, maar ik hoor hem ik single. Ja. Dan hoor ik hem. Ja. Niet als er een chickie is verliefd van op een andere. Nee, je hoort me verliefd op een andere chick. No man. Maar ik zou dat dus onrustig vinden. Ik ook. Als je dus in een relatie al verliefd kan worden op een andere. Ook dat. Dat lijkt mij heel onrustig. Ja, maar ik ben echt een Drake-achtige nigger, man. Het is wel weer bewezen. Het is wel weer bewezen. Hele moeilijke nigger. Maar ik snap gewoon, ik vind het gewoon te bizar dat jij vreemd aan het gaan was. En gewoon helemaal niet aan je chickie dacht. Ja. Dat probeer ik echt te begrijpen. Oninteressant was Seth voor mij, zeg maar. Hoe lang gingen jullie? 4 maanden. 4 maanden, maar ik had hem maar 3-4 keer gezien. Met haar was ik ook snel. Maar waarom... Ja. Oh, corona natuurlijk. Nee, maar deze mensen zijn ook jong, toch? Die chick heeft nu gewoon een baby, joh. Ja, nee, maar ik vind het... Ik probeer. Zij is 22. Oké, ze is ook jong. Fair. Zij is jong, maar ze is cool en ik praat nog met haar gewoon als matties. Maar echt, dat is puur als matties. Zij weet ook niet dat ze vriend was gegaan toen. Jawel, denk het wel. Oh, shit. Maar ze hebben mutual friends. Dus, maar I don't give a shit. I'm still handsome. Ik bid voor jou, ziel. Ik bid ook voor jou, echt, man. Echt zo hard, Nino. Ik hoop echt voor jou dat je genoeg goede dingen hebt gedaan in je vorige leven. Dat kan me niet gaan pakken. Ik ben nu makelaar. Ik zorg ervoor dat mensen ossos hebben. Ossos gaan vanaf €2800 per maand. Ja, dus? Hey, should we ring it out? Ik ben heartbroken. Ik ben een beetje rough. Ik ben altijd zo trouwens. Je bent altijd zo. Het is fijn. Ik kan hier oneindig met je over praten, omdat ik het gewoon fucking interessant vind. Ja, ik vind het gewoon grappig hoe je brein werkt. Ja, but I don't cheat anymore. Nee? Nee. Oké. Hoe zou jij, dat is de enige vraag die ik nog wil stellen. Hoe zou jij iemand kunnen waarschuwen voor 2020, Nino? Als een chickie, zeg maar, hoe zou je een chickie waarschuwen voor iemand als jij in 2020? Doe hem gewoon een keer en dan staat geen relatie met die nigga, man. Player. Maar je weet het niet, want ik liet het niet zien. En ik was echt verliefd op die eerste, zeg maar. Oké.
blonde meid. Maar, ja. Niggas zoals mij, die verliezen snel liefde, zeg maar. Ik denk dat het ook, dus je ook moet bedenken als iemand Maar vooral in dat soort situatie dat je gewoon elkaar weinig ziet en dan verlies je gewoon snel interesse. Dat heb ik tenminste. En, ik heb dus wel echt een meisje heel dirty gedaan. Ik heb dat echt, echt vaar gevonden. Ik heb pas laat, 3 weken geleden sorry kunnen zeggen. En ik merkte echt van, poh, niemand heeft meer shit op me. Last van je schouders. Ja, niemand heeft meer shit op me. En ook, ik weet niet, het gaf me gewoon rust. Yeah. Ik kon het niet eerder doen. Omdat ze me geblokt. Ik was echt vaar gegaan, man. Yeah, Wie dan? Nee, weet je wat? Wij gaan deze aflevering afsluiten. En dan kunnen jullie hierna praten over wie dan. En Tori, zonder codetaal. Ik hoop dat dit allemaal te volgen was voor iedereen. Maar voordat we afsluiten, hebben jullie nog iets wat jullie willen promoten? Waar kunnen mensen jullie vinden? Volgende keer promote ik. Oké, cool. Als je een huis wil huren, connect een nigga at Nino Noord op Instagram. Of brix.nl. Dat is mijn makelaarsbureau. Nogmaals. En trouwens, ik zoek een social media marketing stagiaire. Voor, like, who wants to work with me? If you look great and you want to work with me. Mensen, dankjewel. Ik weet niet eens wat ik krijg. Krijg je een ossel? Nee, ik krijg een ossel, maar je krijgt prima betaald. That's it. That's all you need. Anyway, and you're working with a life. Jamie, thanks for having us. So welcome. Gaat later. Laat het gewoon. Hey, super bedankt voor het kijken. Vond je Steam in leuk? Deel het met je matties. Geef ons 5 sterren op Apple Music en op Spotify. En thumbs up op YouTube. En let me know wat je de volgende keer wil vragen. En hopelijk tot snel. Bye.